Oké, Stijn, serieus. Fantastisch. Nu serieus. Mythologische verhalen en die daar goede werk in verrichten. Simurgh werd voorgesteld als een kruising tussen een prehistorische raptor en een arend. En hij was ontzettend groot. Hij kon olifanten vervoeren en walvissen. Elke tijd heeft zo zijn eigen logistieke problemen en dat werd toen heel erg op rij gesteld. Simurgh leefde inmiddels zo'n 1700 jaar voor ze zich in de vlammen stortte om helemaal te verbranden. Dat had ze natuurlijk geleerd van de Griekse Phoenix. En die vloog ongeveer in dezelfde tijd rond, maar was een stuk kleiner en werd maar 500 jaar. Voor de persen fungeerde Simurgh ook als een soort bemiddelaar tussen hemel en aarde. En daarin zien we ook natuurlijk weer de overeenkomst met de muziek. En op vrijdag eten de katholieken geen vlees. Niet omdat ze daar toevallig iedere vrijdag zin in hebben, maar omdat het niet mag van het bevoegd gezag. Wat denk je nou dat Mozart hier van vond als hij hierbij was? Mozart? Mozart weet ik niet. Bach had het wel leuk gevonden. Wil je toch vlees op vrijdag? Dan kun je om ontheffing vragen bij het bisdom. Gaat het bisdom akkoord? Een bewijsje, aan wie je dat moet laten zien, is niet duidelijk. Hoe vond u dat de rest van de zaal zich gedroeg tijdens de voorstelling? Nou, keurig, keurig. Ja? Waarom ik Carré niet te groot vind? Ja. Ik vind Carré te klein. Geitenkaas en breedtegraad, dat waren brave vorsten. De een was blij met binnenbrood, de ander hield van korsten. Misten jullie Brahms niet vandaag? Ja. En mee toe Brahms. Dat is een boek van Sagan. Houdt u van Brahms? Weet je dat? Dag mevrouw. Houdt u ook zo van leeuwen? Leeuwen, ja, maar ik hou eigenlijk meer van cheetahs. Geitenkaas en breedtegraad, we leefden avonturen. De een had zelf een bungalowtent, de ander moest hem huren. Had u het ook op prijs gesteld als Simurgh de nummers maar gedeeltelijk had gespeeld? Gedeeltelijk? Nee. Ik vond het juist schitterend dat het helemaal gespeeld werd. Ja. Ik had relatief weinig associaties met Brahms, maar ik moest op een bepaald moment bij een aantal startende muzikale intro's, onder andere van de gitaar, moest ik aan Pink Floyd denken. En dat vond ik fantastisch. De boer verkneukelde zich, staande op zijn kijk hij uit over niets dan koeden, koeden, koeden en nog eens koeden, koeden. Verkneukelen was hier op zijn plaats, kalm en rustig, handenzak tevreden en zo'n beetje knikken. Vond u niet dat er ook een gedicht over een papegaai had moeten zijn? Absoluut, absoluut.
groene papegaai met gele kuif. Specifiek die, waarom specifiek? Ja, dat doet me herinneren aan een oom van mij die in Afrika woont en daar altijd over vertelde. Dan is er nu het belangrijke en plechtige moment van de uitreiking van de eerste cd aan een grote metoot. En dat zijn ceremonies die makkelijk een minuut of 20 kunnen duren. Maar wist u niet, dat is niet het geval. En dat komt omdat Robert en ik liepen vorige week door het park. En wij zagen daar op een bankje een zwerver zitten. En die was aan het lezen in een boek over de Egyptische farao Amenhotep de Vierde. En wij vonden dat Amenhotep erg veel klinkt als Hotemetoot. En bovendien was die Egyptische farao natuurlijk een Hotemetoot. Dus hebben wij die zwerver hebben wij het eerste exemplaar van de cd aangeboden. Was hij overigens helemaal niet blij mee. Maar de ceremonie is daar wel mee voltrokken. Ik ben alle huizen. Mijn blinde ogen zijn de vale muren. Waarop jouw waterhoop zoekt doorheen mijn stenen tranen. Als ik u zeg, het gaat hier niet om een systeemtransitie. Ja. Wat denkt u dan? Dan denk ik in eerste instantie, waar gaat het dan wel om?